Beste zorgmedewerker, ik besef dat je hartstikke druk bent. Maar ik weet ook dat je houdt van je werk. Omdat je iemand bent die graag verantwoordelijkheid neemt. Verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je patiënten, voor je collega's. En dat is een prachtige en ook belangrijke eigenschap. Juist in deze tijd, waarin de zorg zo onder druk staat. Ja, en dan breekt het griepseizoen weer aan. En ook het coronavirus duikt weer op. Dat betekent dat het nog drukker wordt in de zorg. En natuurlijk voel jij je ook verantwoordelijk voor de kwetsbare mensen met wie je werkt. En natuurlijk wil jij ook niet ziek worden of je collega's en je huisgenoten besmetten. Vaccinatie is de beste manier om dat te bereiken. En voor veel mensen is het daarom vanzelfsprekend dat ze de griep- en coronaprik gaan halen. Maar misschien is vaccinatie voor jou niet zo vanzelfsprekend. Of misschien zit je met twijfels of met vragen. En dat kan. En jij beslist uiteindelijk helemaal zelf of je je wel of niet laat vaccineren. Maar ik vind dat wel heel belangrijk dat je die beslissing neemt op basis van de juiste informatie. En dat is tegenwoordig best lastig, zelfs voor zorgmedewerkers. Op sociale media word je overspoeld met allerlei berichten over vaccinaties. En dan wil je graag weten hoe het nou echt zit. Voor jezelf, maar ook om vragen te kunnen beantwoorden van mensen uit je omgeving. Daarom raad ik je aan om het kennisdocument te lezen dat de Influenza Stichting speciaal voor jou heeft gemaakt. Samen met verpleegkundigen en samen met jullie belangenorganisatie VNVN. Daarin staat betrouwbare informatie over vaccineren en worden alle vragen beantwoord. Dus ook de kritische vragen. Niet alleen over de griepprik, maar ook over de coronaprik. En ik zeg, lees dat document zodat je goed geïnformeerd bent om je eigen beslissing te kunnen nemen. En vragen van anderen te kunnen beantwoorden. Ik wens je heel veel gezondheid toe en voor vandaag een mooie dag.